En hij staat hier nu voor me en dit is echt niet normaal. Oké, hier komt hij. In 3, 2, 1. First reaction! Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ga vandaag iets hartstikke leuks doen. Jullie zien het waarschijnlijk al aan de thumbnail en aan de titel. Maar er is iets veranderd aan mijn auto. En ik ga het nu zien. En ik ga hem nu ophalen. En deze jongen daar, die gaat met mij mee gezellig. En heb jij er ook zin in? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt ziek. Ik heb net al contact gehad met degene die mijn auto dus onder handen heeft genomen. Zeg je dat goed? Ja. Met degene die mijn auto zeg maar nu allemaal cool heeft gemaakt. En die zegt, gast, het is super dik. Dus kom maar om 12 uur hierheen en dan word je blij. Dus dat gaan we nu doen. En Ruben die gaat mij daar naartoe rijden. Ja, let's go. Nou, jullie weten waarschijnlijk toch wel wat er met mijn auto is gebeurd. Mijn auto is namelijk gerept. En ik had al met mijn vorige auto, met die 1-serie, die oranje, dat ik al zei van, ik wil hem eigenlijk gewoon in een gekke kleur rappen. En dat heb ik toen uiteindelijk niet gedaan. En toen heb ik wel een nieuwe auto gekocht. En ik dacht toen, oké, deze moet ik gewoon gaan rappen. Dit is gewoon een perfecte auto om gewoon om te rappen, toch? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij gaat helemaal opvallen. Kijk, maar ik vond in eerste instantie, die vorige auto was eigenlijk grappig om naar te kijken. Want die oranje was met die zwarte velgen. Ja. Maar deze natuurlijk wel veel sneller en dikker. En als straks nu ook een vette kleur, dan... Ja, dat sowieso. Ik heb dus toen contact gehad met Rap Destination in Hoofddorp. En zij hebben gezegd, yo Vin, kom bij ons de auto laten rappen en wij gaan er wat diks van maken. Dus ik heb vertrouwen in ze. Dus we gaan het zo gewoon zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Echt heel erg benieuwd. En kijk eens wie er ook mee is. Wifey is ook gewoon gezellig mee. Ja. Jij bent ook heel erg benieuwd, hè? Suzie zei de hele tijd gisteren van ja, ik heb ook echt heel veel zin dat hij straks af is. En ik ben ook benieuwd. Dus dan dacht ik, nou dan gaat Suzie maar gewoon gezellig mee. En Ruben gezellig mee. En we zijn er bijna. Ja, ik kan nu wachten. We kwamen net al aanlopen. En hij staat hier nu voor me en dit is echt... Het is echt niet normaal. Oké, hier komt hij. In 3, 2, 1. Holy shit. Kijk, glans erin. En hij is dus matblauw. Maar er zit dus wel een glans nog in. Dus het heet satijn. En ja, ik vind het zo dik. En ze hebben dit zwart gemaakt. Dit is zwart. Dit is zwart gemaakt. De handvat is zwart. De bovenste dak is zwart. Wat vinden jullie ervan? Echt mooi. Vet, hè? Ja. Dat hebben ze goed gedaan, die gasten van Rap Destination. Niet normaal. Oké, mam, kom maar. Kom er maar bij. Kom er maar bij. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan gaat vinden. Jeetje, wat anders. En mooi. Vet, hè? Ja, ik vind het heel erg mooi. Vind je het beter dan eerst? Ja, zeker. Absoluut. Het is echt een auto die bij jou past, toch? Vet, hè? Leuk. Die zwarte accenten ook heel leuk, deze. Ja, alles zwarte accenten. Daar twijfelde ik dus over, hè? De handvaten, de spiegels. En er komen alleen nog zwarte velgen onder. Die ga ik morgen eronder laten zetten. Dus dat wordt ook hartstikke dik. Dat ga ik doen bij Reedijk in Dordrecht. Dus het wordt nog nog dikker allemaal. Maar dit is ook al zo vet. Dus sowieso Rap Destination in Hoofddorp. Echt mate thanks. Jullie hebben het echt fantastisch gedaan. En het kon echt niet beter. En jullie hebben me ook geholpen aan echt een hele goede kleur. Want weet je wat het een beetje was? Ik vond het heel erg lastig om een goede kleur uit te zoeken. Want er zijn zoveel soorten blauw. En je hebt dan metallic, dus dat is volledig glans. Je hebt mat. Maar dit is een combinatie tussen metallic en mat. En dat heet satijn. En dan krijg je dit. En dan krijg je mij blij. Dus ik ben helemaal blij. Wij zitten nu in de auto. Want Suus en haar moeder die zijn net weggegaan. We hebben een gezellige lunch. Het was hartstikke gezellig. Maar Ruben en ik zijn vanavond samen thuis. We zijn home alone. Om het zomaar te zeggen. We gaan er echt een teringhard feest van maken. Ja, wij gaan even een goed feest geven. En wat we gaan doen, we moeten natuurlijk voor dat feest moeten we wel lekkere spullen hebben. Dus wat we gaan halen, we gaan alleen sushi halen voor ons twee en dan hebben we al feest. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus we gaan nu sushi halen om op te eten. Yes. Yes, yes, yes. Ik heb altijd met sushi dat ik denk dat ik te weinig heb, maar dan hebben we uiteindelijk nog hartstikke veel. Maar dan denk ik altijd van, kut, we moeten nog even iets genoeg hoor. We hebben nu wel genoeg. We hebben nu wel genoeg. Ja. Komt goed, komt helemaal goed. Oh, lekker. Oh, lekker. Mijn vader komt nu thuis van werk en hij heeft mijn auto nog niet gezien. Dus ik ga nu zijn eerste reactie filmen. Heel mooi. Vind je het cool? Ja. Vet, hè? Ja. Jeetje. Ja, is wel goed. Toch? Is vet gelukt, hè? Ja.
Ik vind het nog niet slecht staan met die... De zwarte velgen moeten er wel onder voor mij. Okay. Dat is voor mij echt belangrijk. Dat ze er wel de zwarte velgen eronder komen nog. Dat is echt goed. Hey, achterlicht niet gesmokt. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Nou, ik heb lekker sushi gegeten en ik ga nu richting Rotterdam, want ik ga naar Gio. En ja, was gezellig. Dag. Leuk. Doei. A few moments later. Ik ben nu aangekomen bij de garage van Kop van Zuid. En ik dacht, ik ga eventjes reffen. Let's go. Oké. Nice. Wauw jongens, hier in de garage zie je het echt heel goed. Het blijft dik. Kijk, als je er langs loopt, hij is dus glimmend, maar ook mat tegelijk. Nee, het is dik jongens, ik ben er zo blij mee. Ik ben hier echt niet normaal blij mee. Oeh, eindelijk, ik wilde al zo lang een auto reppen. Want ik had hiervoor de 116 en die wilde ik toen ook al reppen, maar toch uiteindelijk niet gedaan. Kijk eens waar we zijn. Hola, Tita. Mr. Gio. Matta. Ja. Nou goed, Matta is er ook. En ik dacht ik ga lekker naar Rotterdam en dan gaan we lekker een beetje chillen. Ik heb geen idee wat we lekker gaan doen, maar... Ga even lekker zuipen, denk ik. Doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Oké, we doen een klein drankje zonder... Kijk eens in die tas. We gaan echt niet zuipen, hoor, vanavond. Dat gaan we gewoon niet... Ah, joh, ja, we houden voor de gek. Waar is je ruggengraat? Yo, eventjes tussendoor. Ik wil jullie namelijk wat vertellen over NordVPN. En jullie denken misschien, hey, wat is NordVPN? Nou, ik ga het eventjes uitleggen. VPN staat voor Virtual Private Network. En met een VPN kan je heel erg veilig en anoniem internetten. En even een voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld Netflix of met een YouTube video. Je hebt vast wel eens een keer gezien van, deze video is niet beschikbaar in jouw land. Of deze serie kan je niet kijken in jouw land. Nou, met een VPN kan je dat dus wel doen. Je kan namelijk gewoon op de site een ander land aantikken en dan denkt het internet dat jij in dat land bent en dan kan je gewoon die serie kijken. Ook zorgen ze ervoor dat je veilig bent op openbare netwerken, zoals een netwerk van een airport of op het station of in een hotel. Ze zorgen dat je altijd anoniem en veilig kan internetten. NordVPN is in 2018 en in 2019 uitgeroepen tot beste VPN en dat komt omdat ze dus gewoon meer dan 5500 servers hebben, verdeeld over 60 landen. Dus gewoon overal kan jij NordVPN gebruiken. Zelfs in China en in het Midden-Oosten. Dus echt overal. En nu denken waarschijnlijk heel veel van jullie van, hey, ik moet ook zo'n abonnement nemen, want ik wil ook veilig en overal kunnen Netflixen waar ik wil. En dat kan. En ik ga jullie zelfs een beetje bij helpen. Want als jij nu naar de site gaat, nordvpn.com/Vincent, krijg jij 68% korting en een maand lang gratis. Dat wil je toch? Dat wil je toch? Nou goed, wij gaan nu zo slapen. Dus wij gaan terug naar de video. Let's go. Zo, ik ben nu bij Matthijs beland in huis. En kijk eens eventjes wat een uitzicht, jongens en meisjes. Dit is natuurlijk ook hartstikke dik. Maar goed, meestal zou ik nu de vlog afsluiten omdat het avond is. Maar dat ga ik niet doen, want morgen gaan mijn velgen erop. En ik dacht, ik ga gewoon in één keer één lange vlog maken. Want dan zien jullie gelijk echt helemaal het eindresultaat. En dat is veel leuker. Dus ik zie jullie morgen. Tot morgen. Yo mensen, een hele goede morgen. Het is lekker vroeg, het is 8:30 en ik ben alweer de deur uit bij Matthijs. Ik heb even mijn spulletjes bij Matthijs laten staan en ik ga nu richting Dordrecht om mijn velgen op te halen. Dus ik heb er echt hartstikke veel zin in, want dit gaat het gewoon helemaal compleet afmaken. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. We gaan er nu heen en dan gaan we het zien. Zo, ik heb hem naar binnen gereden en we gaan nu eventjes de velgen ernaast zetten en kijken of ze een beetje dik staan. En dan gaan ze eronder. Kijk eens jongens, dit zijn de velgen, brokvelgen. Ik weet niet of iemand dit kent, maar het zijn wel echt goede velgen. En als je zo kijkt, ja, dit is top. Kijk jongens, zo ziet het er dus ongeveer uit. Ik vind het heel dik. Kijk jongens, deze velgen zijn dus mat en metallic tegelijk. En dat is precies hetzelfde als de wrap. Want de wrap is ook satin. Dus mat en metallic tegelijk. En dat zijn deze velgen dus ook. Dus dit staat fucking vet op deze auto. Ik kan echt niet wachten tot ze erop staan, man. Dat wordt zo dik. En dan is het gewoon af. De eerste zit erin, jongens. En kijk eens hoe dik. Hij is dus blijkbaar ook breder. Als het goed is dan de normale die er eerst op zat. Maar kijk even het verschil met dit. En dit. Kijk trouwens hoe grappig dit eruit ziet. Als je alleen die remschijven hebt en die remblokken.
Moet je trouwens eens kijken hoeveel verschillende velgen je hier hebt. Dat is toch niet normaal? Maar goed, ik ben dus nu bij Reedijk en zij hebben mij echt geholpen aan echt een zieke velg. Ik ben hier een keertje geweest en ik zei tegen die gast van hey, luister, ik wil een dikke velg, een zwarte velg onder mijn 1-serie en mijn auto wordt nog blauw. En toen hebben we even gaan staan kijken hier in de showroom en toen zijn we op deze velg gekomen en ik ben zo blij en ze worden er nu onder gezet en het is gewoon gelijk zo dik. Ik meen het serieus, ik stond net even gewoon te staren naar de auto en ik dacht van ja man, dit is het gewoon. Dit is zo fucking dik. Kijk eens jongens, hij staat hoor. En moet je eens kijken hoe dik. Kijk, nu staat hij buiten en het is dik jongens. Wauw. Ja jongens, ook dit moet helaas gebeuren. Ik ben weer terug in Rotterdam en kijk eens wie hier is. Hallo, hallo. Matta, de Matta. Hey, Matta, ik ben benieuwd wat jij van mijn auto gaat vinden, jongen. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik heb wel wat foto's gezien, maar nog niet hoe die helemaal af is. Dus, Oeh, en Gio komt er ook kijken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar hun reactie. En ik heb zelf ook gewoon weer zin om erheen te gaan. Want elke keer heb ik gewoon nu zin om naar mijn auto te gaan. Wordt dik. Even kijken. Ik vind het wel heel vet. Dik? Ja, heel dik. Kijk even die velgen. Ja, dat zijn allemaal wel. Ziek hè? Ja, heel dik. Yo, Big Flex Gio! First reaction! Fucking dik man, oh yo. Ik wil hem in de zon zien ook eigenlijk. Is dik hè? Wordt hij ja, in de zon andere keer? Bro, dit is een hele andere auto met wat je had hiervoor eigenlijk. Ziek hè? Nou ja, gewoon, het is dezelfde auto, maar... Maar gewoon echt een stuk dikker. Zijn die remklauwen ook aangepast? Nee, die waren al blauw. Maar kijk, dit is nu een echte breed set. Dit zijn die banden helemaal breed. Dus oh, ja, ja. Zo lijkt het. Lekker hoor! Lijp hè? Nou, fijn dat jullie het mooi vinden jongens. We zijn ook iets aan het dak gedaan, of niet? Ja, is ook gerapt. Nee. Ook gerapt. Ik hoop dat jullie de auto hartstikke dik vinden. Ik ben er echt super blij mee. Dus ja, vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie later.